Vandaag een heerlijke maaltijd. We maken Thaise rijst met saté. En daar heb je voor nodig Thaise rode currypasta, witte rijst, 2 courgettes, een pakje kokosmelk, hamlappen, een flinke hand ongezouten cashewnoten, een limoen en een teentje knoflook. En dit is echt een heel lekker gerecht, dus ik hoop dat je met me mee gaat koken. En om de boodschap in huis te halen, moet je even naar de site en naar de app. Trouwens kun je daar ook alles online bestellen. Dat is natuurlijk handig. Wordt het zo aan je voordeur geleverd, moet je alleen nog even met me meekoken. En wat ook leuk is, volgende week ben ik er weer maandag tot en met vrijdag. En je kunt alvast gaan kijken wat ik dan ga koken. Dus doe dat vooral ook echt eventjes. Ik zei het al, we gaan vandaag Thaise rijst maken. En ik ben zelf vaak in Thailand geweest en ik vind het echt een van de lekkerste Aziatische keukens die er zijn. Wat ik daar namelijk zo lekker vind, is dat het heel geurig is en heel smaakvol. En het is gewoon scherp, het is zoet, het is zuur, het is pittig. Het heeft eigenlijk alles wat ik lekker vind aan eten. Maar ja, dat zijn natuurlijk een hoop ingrediënten. En het is toch vaak wel fijn om een beetje qua kosten ook de boel te dekken. Dus een Thaise rode currypasta, daar zit eigenlijk alles al in. Die bak je straks lekker mee met de groenten. Daar komt romige kokosmelk bij. En dan heb je toch die smaken en het is snel en lekker. Dat straks, maar nu eerst gauw water opzetten voor de rijst. Even de pan vullen met ruim water. En dan zetten we die gauw op het vuur. Want die rijst die gaan we straks namelijk nog even oppakken. En hoe sneller die gekookt is, hoe beter die droog gestoomd is en hoe beter die ook opgebakken kan worden. Even kijken. Deze staat op het vuur. Dan gaan we gauw verder met de groenten. En dat zijn vandaag 2 courgettes. En die gaan we in blokjes snijden. En als je dan toch kunt kiezen bij het kopen van de courgette, kies dan zo'n slank mogelijke courgette. Want het is toch echt wel zo dat hoe dunner ze zijn, hoe smaakvoller ze zijn. Die hele grote courgettes, die heb je misschien wel eens gezien, die heb je dan in van die moestuinen, van die enorme. Die zijn natuurlijk prachtig om te zien, maar eerlijk is eerlijk, die smaken eigenlijk naar bijna niks. Het is best wel een beetje waterig zelfs. En die kleine dunnetjes, die zijn heel erg lekker. Deze snijden we in blokjes. Dan gaan we die zo opbakken in de pan met een hoop currypasta. Dat snijden, dat is natuurlijk wel eventjes een klusje, dus ga daar vooral even mee door. En ondertussen wil ik je even wat laten zien, want binnenkort is het Vaderdag. En omdat mannen nou eenmaal houden van spelen met vuur, zijn barbecue-gerelateerde cadeaus altijd een goed idee. We hebben een paar suggesties op een rij gezet. Ga ik je zo laten zien. Maar het allerleukste cadeau voor papa, dat is natuurlijk dit onwijs leuke Wat Eten We Schort. En kijk, dit kun jij winnen. Ik mag er 5 weggeven. Deel jouw leukste foto van vader en kind of kinderen op social media. Vergeet alleen de hashtag Wat Eten We Erbij niet. En wie weet komt dit onwijs leuke schort dan naar je toe. De ideale Vaderdag gaat gepaard met lekker weer, heel veel liefde en een mooi cadeau. Het weer en de liefde, ja, daar kunnen wij niet voor zorgen, maar dit is Anouk. Ja, heb je ook zo zin om te knutselen? Een echte knutselexpert en de aangewezen persoon om je te helpen bij het vinden en maken van jouw cadeau voor papa. We beginnen natuurlijk met het dekken van de tafel. Nou, dat hebben we al een beetje gedaan, maar het is nog niet vaderproef. Dat gaan we doen door de servetten te vouwen in de vorm van een stropdas. Eerst een klein beetje naar binnen, dan nog meer naar binnen, ook aan de andere zijde. Aan de bovenkant laat je een tuutje open en die vouw je om. Dan draai je hem om. Even kijken. Nou, kijk hoe leuk. Dit vindt je vader vast heel erg leuk. Daarom ga ik er nog een paar maken. Niets zo leuk als een persoonlijk cadeau voor vader. Daarom gaan we vandaag een serveerplankje maken die je heel makkelijk kan gebruiken bij de barbecue. Daarvoor heb je nodig een serveerplank, krijtverf, een kwastje en een krijtje om erop te schrijven. Even een papiertje aan de onderkant tegen het knoeien. Een papiertje aan de bovenzijde zodat het pietje precies kan. En dan ga ik ongeveer een strookje van 2 à 3 centimeter insmeren met krijtverf. Deze verf moet best wel lang drogen, daarom heb ik er al eentje voorbereid.
Daar kan jij dan jouw tekst voor je vader opschrijven. Zo. Ziet dit er nou niet gezellig uit? Ja, kijk, die kaarsje is hartstikke leuk, maar het kan wel gezelliger. Maak een leuke versiersel voor daarin. Steek een pijperager in twee rietjes. Pak een gezellig papiertje, vouw je dubbel. Komen de letters papa op te staan. Dan nog twee satéprikkers in de kaarsjes. Zo. De rietjes eroverheen en klaar is Kees. Ja, nu wordt het tijd voor het grovere werk, want welke vader houdt nou niet van barbecuen? De meiden in ieder geval wel. Het is echt een barbecue-bos. Kijk, deze toolkit is zo best leuk, maar het kan veel gezelliger. Met verf ga ik er lekker mijn hand in opzetten met een kwastje. En misschien nog een leuke tekst aan de zijkant. Kijk, ik zet mijn eerste hand erop, een gele. Het moet een soort vuurtje worden. Dan kun je met je kinderen een oranje en een rode vlam erop zetten. En dan is het helemaal barbecue-proof. En ook nog super persoonlijk. Het is niet het enige wat ik heb gemaakt. Ook mijn saus heb ik gemaakt. En hoe leuk is het om dan een eigen label eraan te hangen. Snelle saus voor hele snelle papa's. Zo, deze is af. Welke vader wordt nou niet blij van zo'n toolbox, van zo'n leuke barbecue-tafel vol met zelfgemaakte cadeautjes? Nou, ik denk iedere vader wel. Maar wanneer die nog blijer wordt, is als die dit toffe, te gekke schort wint dat hiervoor hangt. Wil je weten hoe je die kan winnen? Luister dan even naar Roberta. Leuke cadeaus, eerlijk is eerlijk. Maar het allerleukste cadeau is natuurlijk dat schort. Dus maak die foto, vergeet de hashtag wat eten we niet. En wie weet kun jij straks een van die 5 schorten geven. Door met onze Thaise rijst. Die braadpan, die zet ik even op een hoog vuurtje. En dan gaat er wat zonnebloemolie in. En je weet van mij inmiddels misschien wel dat ik bijna altijd olijfolie gebruik. Tenzij ik echt Aziatische gerechten maken. Want olijfolie heeft natuurlijk echt wel een specifieke smaak. En Aziatische gerechten zijn al zo sterk van smaak en die combineren eigenlijk beter met een neutrale olie. Dus zonnebloemolie, arachideolie, dat is allemaal prima. Laat die olie even goed warm worden. En dan kan de courgette daarin. Het water voor de rijst kookt inmiddels ook bijna. En dan gaan we die courgette even opbakken. Daarna gaan we hem op smaak brengen met de rode currypasta. En dan maken we hem romig met de kokosmelk. En dan gaat daar lekker die rijst doorheen. En dan heb je een heerlijke Thaise rijst met heel veel smaak. Daar gaan we nog lekker satéetjes bij maken, maar dat is voor zo meteen. Eerst eens even die courgette de pan in. Nou, laat die courgette maar even gaan. Het is helemaal niet zo erg als die een beetje kleur krijgt. We stoven hem ook straks verder in de kokosmelk en in de currypasta. Dus hij hoeft nu ook nog niet gaar te zijn. En daarbij, courgette kun je ook rauw eten. Dus hoeft helemaal niet gaar en gortgaar te zijn. Even kijken. De rijst. Snuf je zout in het water. En dan heb ik witte rijst. Daar gebruik ik ongeveer 3/4 van het pak. Dat is echt wel genoeg voor 4 personen. Heb je nou grote eters, doe dan gewoon het hele pak. Maar officieel is het zo'n 75 gram per persoon. Dat is ongeveer dit. En die rijst die moet 8 minuten koken. Zet je timer. Vuur kan ietsjes lager. En dan zet ik de deksel er even schuin op, dat hij niet overkookt. En dan laten we die rijst even koken. Kijk, die courgette die begint mooi een beetje bruin te worden. Heel rustigjes. Dus ik ga even de currypasta openmaken. En daar zit natuurlijk heel veel smaak in. Er zit van alles in. Er zit suiker in, paprika, zout, chilipoeder, laos, knoflook, citroengras, komijn, korianderzaad. Dat is natuurlijk een heleboel. Ja, als je het in je eigen keukenkastje hebt staan, dan kun je het natuurlijk zelf maken. Maar goed, dit werkt natuurlijk ook wel lekker hoor, voor een vrijdagavond. Dit kan uit plastic en dit kan bij het karton. Goed, de currypasta die bak ik altijd even los in de hete olie.
Het is hetzelfde als met specerijen. Dat heeft natuurlijk al een tijdje in de verpakking gezeten. En doordat je het opwarmt en losbakt met wat olie, krijgt het weer meer diepte, krijgt het weer meer smaak. Dus gooi dat nooit gewoon in de pan samen met de kokosmelk, maar bak het echt eventjes lekker mee. En als het goed is, begint het nu bij jou thuis net zo lekker te ruiken als hier. Even goed verwarmen. En het is natuurlijk vrij pittig dit, maar je zal zien strakjes met de kokosmelk, dat neutraliseert echt wel weer een beetje. En daar blust die hitte wel een beetje mee af, zeg maar. Terug in de pan jij. Dan pak ik de kokosmelk erbij. En als hij goed verwarmd is, de currypasta, gaat de kokosmelk erbij. En dan even goed roeren, dat die olieën goed mengen met de kokosmelk. Mijn pitje hier die gaat altijd wel heel erg hard, dus ik zet hem even op een wat kleiner pitje om door te stoven. Kijk, nou, dit staat lekker te pruttelen. Dat betekent dat wij door kunnen met de saté. Ja, lekker. En die saté gaan we maken van hamlappen. Dus ik pak even een plastic plank erbij en zet even alvast alle ingrediënten klaar die ik ga gebruiken. En dat is vandaag een limoen en een teentje knoflook. En dezelfde olie die we net ook al hadden. Die limoen die was ik wel eventjes af onder de kraan. Even goed schoonboenen. Er zit altijd een waxlaagje om die citrusvruchten heen. Dat is bij grapefruit zo, dat is bij sinaasappel zo, citroen en ook bij limoen. Dat waxlaagje beschermt ze namelijk als ze vervoerd worden in die kratten. Maar dat moet je er wel even afboenen, want we gaan vandaag de rasp en het sap gebruiken. Ik heb de stokjes klaarstaan. Ik ga 4 satéstokjes maken. En vandaag doe ik het natuurlijk in de grillpan. Maar mocht jij nou tijd hebben en het op de barbecue doen, zorg dan even dat die satéstokjes wel eventjes geweekt zijn in een bak met water. Echt een half uurtje hebben ze ongeveer nodig. Want anders verbranden ze namelijk op het moment dat je ze op de barbecue legt. Grillpan gebeurt dat niet zo snel, want die is natuurlijk wat minder hard, gaat dat. Maar even die grillpan voorverwarmen, maar barbecuen altijd die dingen voorweken. Even kijken, de hamlap ligt klaar. Zout en peper, dat heb ik ook nog nodig. En een kommetje om de dressing in te maken of de marinade. En daar begin ik eigenlijk als eerste mee. Ik heb ongeveer 4 eetlepels zonnebloemolie nodig. Pak ik even een handras erbij voor de limoen. En alsjeblieft gebruik ook lekker die schil, want daar zit zoveel smaak aan. Dat is natuurlijk bij citroen ook zo. Stiekem vind ik dat nog lekkerder dan het sap wat erin zit. Een hele diepe, intense limoensmaak en die is super fris. En als je raspt, dan rasp je natuurlijk altijd alleen de schil, dus niet het wit, alleen het groene stukje. Ruikt lekker, hè? Het maakt een gerecht ook altijd meteen heel Aziatisch, limoen toevoegen. Ik ga niks overlaten. Nou, dit is wel bijna alles geel. Oh, die heb ik nog nodig voor de knoflook zo meteen. De limoen halveer ik. En het sap pers ik ook door de olie heen. Ik ga het vuur ietsjes zachter zetten. Ja, moet natuurlijk niet droog koken, die curry. Dan heb ik een teentje knoflook.
En die kun je of met de knoflookpers persen, of diezelfde handrasp gebruiken die ik net voor de limoen had gebruikt. Kijk maar even wat jij het handigst vindt. Het raspen is altijd ietsjes minder makkelijk, maar ja, heb je wel weer minder afwas natuurlijk. Kijk, en dat gaat aan de onderkant van die rasp zitten. Dus dat moet je er zo meteen wel eventjes een beetje afhalen. Maar hij wordt wel heel lekker fijn. Dat krijg je bijna met een knoflookpers niet voor elkaar zo fijn als dat je het met een rasp doet. En ik voeg nu 1 knoflookteentje toe. Maar ben je nou een enorme knoflookliefhebber, kun je er ook best 2 aan toevoegen hoor. Zo. De knoflook zit er ook in. Ik denk dat de rijst nu wel klaar is. Dus ik pak even gauw een zeef erbij. Dan gaan we de rijst afgieten en even laten droogstomen. Goed uitlekken en terug in de pan. En dat droogstomen doe je eigenlijk altijd met een deksel erop. Dus laat die lekker in die pan zitten. Kunnen wij weer terug naar onze marinade. Peper en zout nog even erbij. En dan kluts ik hem even door met een vorkje. Oep, die viel op de grond. En dit is natuurlijk een hele simpele marinade. Maar zelf vlees marineren is echt heel lekker. Je kunt natuurlijk kant-en-klaar gemarineerd vlees halen. Maar kijk hoe snel en hoe simpel je eigenlijk een marinade in elkaar draait. Deze marinade, het is ook echt een à la minute marinade. Want het is wel zo dat als je citrusvruchten, dus limoen of citroen, in een marinade gebruikt en je laat hem heel lang staan, dan zul je zien dat de structuur van het vlees eigenlijk al een beetje verandert en dat hij een beetje gaart. Dus deze hoef je maar heel kort in laten trekken. Dus super geschikt voor binnen 30 minuten koken. Maar als je nou een keer een andere marinade maakt zonder citrusvruchten, dan is het natuurlijk hoe langer die staat te trekken, hoe lekkerder. Kun je bij wijze van spreken zelfs al de avond van tevoren doen. Deze hebben we zo meteen pas nodig. Ik pak even een schaal erbij waar ik de hamlappen in ga leggen. Hamlappen, die snij ik in een soort repen. En dit kan bij plastic. Dan snij ik dus met een scherp mes 4 repen van elke hamlap. Het makkelijkste is natuurlijk altijd eerst halveren en dan weer halveren. Dan heb je min of meer gelijke stukken. En zo'n hamlap is natuurlijk niet helemaal vierkant, dus zo meteen wel even eerlijk verdelen over de stokjes. Deze gauw wegleggen. Dan pak ik die niet stiekem zo meteen nog een keer. Dan gaan de hamlappen in deze bak. Tang die heb ik eigenlijk wel weer nodig, dus die pak ik er even bij. Dan gaan we de marinade over de hamlappen doen, terwijl de helft. We gaan namelijk de andere helft strakjes nog lekker over de rijst heen sprenkelen. Dat gaat namelijk een hele lekkere frisse toets aan je gerecht nog geven. Maar de helft van deze marinade, en vergeet niet ook wat knoflook en rasp mee te scheppen, gaat bij de hamlappen. Dan roer je die even goed door. En dit is dus een snelle marinade, dus het hoeft niet te trekken. Dit is eigenlijk al voldoende. En
En dan ga je rijgen. En ik zei het al, we gaan vandaag rijgen met een twist. Saté met een twist. En ik ga je nu laten zien waarom dat is. We gaan namelijk een soort S'jes maken. Dus wat je doet is eigenlijk de prikker er doorheen halen. En dan ga je de bocht om. En dan ga je weer de bocht om. En dat doe je met nog een reepje. En hoe gezellig zien deze satéetjes er wel niet uit. Dan doe je 2 repen per stokje. Kijk eens eventjes, hoe leuk! Nou, de grillpan die staat bij mij al aan, dus ik doe ze er direct in. Maar als je dat te snel vindt gaan, kun je natuurlijk eerst de satéetjes rijgen en ze dan in de saté of in de grillpan leggen. Komen we nu uit? Ja, we komen uit. Ik wil natuurlijk straks geen ruzie aan tafel. Dat iedereen wel ongeveer gelijke satéetjes heeft. Vuur doe ik even ietsje zachter. Die grillpan die moet echt wel op hoog vuur staan knallen. Maar pas op dat het ook weer niet te hard gaat. Dus middelhoog vuur is ook prima. En deze kunnen natuurlijk ook heel goed op de barbecue, hè? Dus doe dat ook vooral. Want echt waar, je gaat iedereen er blij mee maken. Deze kan er ook bij. Gauw even de handen wassen. Dan pak ik even een andere tang erbij om de satéetjes om te keren. Kijk, ze beginnen al een mooi grillstreepje te krijgen. En dat knapperige stukje vlees is natuurlijk altijd wel heel erg lekker. Dus draai ze nog niet om voordat ze dat hebben. Dan hebben we nog geroosterde cashewnoten te maken. Pak even een klein koekenpannetje. Even de kleine koekenpan. En het is wel echt zo dat ze in de Thaise keuken heel vaak cashewnoten gebruiken. Ook vaak pinda's, maar cashewnoten zie je dus ook heel vaak terug. En het liefst ook de ongezouten variant. Want de gezouten variant geeft toch wel echt iets te veel smaak aan het gerecht. Maar het is vooral dat knappertje wat zo lekker is. Dus rooster ze nog eventjes in de koekenpan. Gewoon even een flinke hand. En laat dit gewoon even rustig zo gaan. Gaan we eens even kijken hoe het bij de curry gaat. Nou, volgens mij begint dit hartstikke lekker te worden. Het ruikt in ieder geval heel erg lekker. Ik ga de rijst erbij scheppen. Laat ik die nog even meewarmen met de kokosmelk. Even losroeren. Dan doen we die in de grote pan. Zo. En die satéetjes, ja, die gaan natuurlijk hartstikke goed. Die moeten natuurlijk wel gaar zijn, want dat is natuurlijk varkensvlees. Maar bij hamlappen hoef je echt niet te zorgen dat ze heel erg droog worden. Probeer ze gewoon net daartegen aan te houden. Dan zijn ze namelijk nog lekker mals. En dat is toch altijd wel het lekkerste. Want ja, niemand houdt van heel erg uitgedroogd doorbakken vlees. Kijk, dit begint al heel erg lekker te kleuren en lekker te worden. Laat dat nog maar eventjes meebakken. Dat je bijna een soort gebakken rijst krijgt eigenlijk.
even de loontjes omscheppen. Nou, ik heb nog eventjes te gaan, maar dat geeft mij mooi even de tijd om te vertellen wat ik maandag ga doen. Maandag gaan we iets maken waar ik echt heel erg blij van word, want ik ben echt een salademens. En dan eten we een Griekse salade met watermeloen. Watermeloen, dat is natuurlijk een beetje anders dan anders voor maaltijdsalade. En ik kan me voorstellen dat dat misschien nieuw voor je is. Maar als ik je vertel dat we hem ook nog gaan grillen, ga je dan kijken en meekoken? Ik hoop het wel. De boodschappen voor maandag die kun je in ieder geval terugvinden op de site en op de app. Daar kun je trouwens ook zien wat ik vandaag allemaal gedaan heb. Kun je ook het recept nog even rustig nalezen. Dus doe dat vooral ook eventjes. Want echt, we hebben inmiddels al 105 recepten op de site staan. En dat is natuurlijk hartstikke veel. Dus als jij denkt bij dit van, niet helemaal mijn ding. Ik weet zeker dat er nog andere recepten zijn waar je wel heel erg blij van wordt. Dus ga gewoon eens even door die site heen. Nou, die satéetjes, dat gaat hartstikke goed. Die hebben nog heel even nodig. Cashewnoten. Die vind ik eigenlijk wel goed zo, dus die hak ik fijn op de plank. Even met een groot mes. Gewoon even je mes er doorheen halen, kan lekker grof. En wat ik zelf bij Aziatische gerechten toch wel echt heel lekker vind, is koriander. Je hebt het niet op je boodschappenlijst staan. Dus maak je geen zorgen als je het niet hebt dat nu het recept helemaal gaat mislukken. Want dat is echt niet zo. Maar voor mij hoort het erbij. Ik heb hier een kruidentuintje, dus ik ga het er lekker bij doen. En als je niet van koriander houdt, want ik ken echt best wel veel mensen, waaronder mijn eigen man, die het echt niet lekker vinden. En daar schijn je niks aan te kunnen doen. Dat is iets genetisch. Dus het is ook niet iets wat je kunt leren eten. Maar ja, ik ben er dol op. Maar gebruik in plaats van koriander dan bijvoorbeeld munt. Dat is namelijk een hele andere smaak, maar past ook heel goed bij Aziatische gerechten. Beetje koriander. Lekker. Dit staat klaar. Ik heb hier nog de laatste dressing die we zo meteen over de rijst heen gaan scheppen. Even rustig opbakken. Kijken hoe het bij de satéetjes gaat. Nou, ze zijn gaar, maar nog net een beetje roze. Precies zoals ik ze wil. Ik ga een bordje pakken. Vuur hier kan uit. En natuurlijk een grote schep van die rijst erop. Daar gaan dan wat cashewnootjes overheen. En nog een beetje van die marinade die over is, die natuurlijk lekker fris is. Er zit een knoflooksmaakje aan. Dus doe dat lekker nog een beetje over de rijst. Wel eerlijk verdelen natuurlijk. Een klein beetje koriander, gewoon omdat ik dat nou eenmaal zo lekker vind. En wat je ook kunt doen, dat doe ik vaak thuis. Omdat ik dus mensen thuis heb en jullie weten wie jullie zijn die niet van koriander houden. Ik doe het er altijd op een klein bakje gewoon bij zetten. Gewoon op tafel en dan kan iedereen die het lekker vindt het wel pakken. En de rest niet. Kijk eens eventjes. Satéetje erbij. Volgens mij heb ik alles nu opgeschept. Ik vind dit zelf een heel erg lekker gerecht. Ik ben natuurlijk dol op de Thaise keuken, dat heb ik al verteld. Maar probeer deze echt eens eventjes. En maak er ook een fotootje van als je er zo blij mee bent. Post hem even op social media. Vergeet alleen de hashtag wat eten we niet.